Danny, zwaar bevochten overwinning vandaag. Ja, ik bedoel, als je naar een kwartiertje geloof ik al met 2-0 achterkomt. En als je ziet hoe wij aan de wedstrijd beginnen, ja, dan maak je het voor jezelf heel lastig. Alleen aan de andere kant geeft toch maar weer aan dat we kwaliteiten en karakter hebben. Want uiteindelijk halen we hem toch met 3-2 nog eruit. Je krijgt de gele kaart. Weer geschorst volgende week. Was het een gele kaart voor jou? Ja, ik vond het wel een gele kaart. Ik had een hele slechte aanname en uiteindelijk was het wel een tackle op de bal. Maar hij was wel te hard. Dus ik kan me voorstellen dat de scheids geel geeft. Aan de andere kant, die regel vind ik echt lachwekkend. Want in het betaald voetbal is het gewoon zo dat je na 5 gele kaarten een schorsing krijgt en dan om de 2. En hier in de amateurwereld is het gewoon vanaf nu bij elke gele kaart is het kassa. Terwijl wij ook gewoon 30 competitiewedstrijden spelen. Dus zijn er maar 4 minder als in het betaald voetbal. Maar daar ga ik niet over. En voor de winter heb ik gewoon 2 of 3 domme gele kaarten gehaald. En daar betaal je dan nu de rekening voor. Maar ja, het is wel balen. Zeker omdat je ook, dat bedoel ik niet verkeerd, je hebt heel veel jonge scheidsrechters in de topklasse die toch wat sneller een gele kaart geven dan de wat oudere scheidsrechters. Ja, je staat na elke wedstrijd op scherp. Ja. En dat was waarschijnlijk ook aan het begin wat jullie misten, scherpte. Ja, absoluut. Als je ziet hoe wij een wedstrijd beginnen, dat is echt... echt bizar en maak ook hele domme keuzes die dan afgestraft worden door Noordwijk. Maar nogmaals, we hebben karakter getoond en eerst is een goede goal. En we maken natuurlijk gelukkig al snel naar rust de 2-2 en uiteindelijk word je toch nog beloond in de tweede helft. Je hebt met Kees Spaar gesproken over je mogelijk verblijf. Kan je daar al iets over zeggen? Nee, ja, ik heb een heel goed gesprek gehad en ik verwacht ergens in de komende weken daar duidelijkheid over. En ik moet zeggen... Het gaat totaal niet om financiën of zo, want dan had ik dit jaar bij wijze van spreken ook niet bij Kozakken Boys gespeeld. Maar het is wel belangrijk. We zijn aan een fantastisch seizoen bezig. Meerdere jongens blijven. Dat is wel belangrijk naar de toekomst toe, hoe dat er gaat uitzien. Dus ik moet zeggen, daar is de club op een hele creatieve manier heel goed mee bezig. Volgende week HAC, ook een belangrijke wedstrijd. Wat verwacht je ervan? Ja, ik zag nu dat ze volgens mij derde stonden op 5 punten. Dus HSC zal er alles aan doen om van ons te winnen. Mochten wij daar winnen, dan zet je hun ook al op 8 punten. Ja, dan kan het toch wel misschien een beetje gaan leven. Maar als je verliest, dan staan er ook weer 3 of 4 ploegen om je heen. Dus zo zie je het. Elke week is het nog spannend. Zolang we zelf blijven winnen, dan hebben we altijd een goed weekend.